En YouTube kun je merken, ik zie het al. Nou, zoals je hier kan zien, dit is Scott Pilgrim's vs. The World game. Hij is eerst uitgebracht op de PS3 en daarna voor de Xbox 360. Dit is de world map. En ja, zoals je kan zien, er zit een vreemd persoon onder mij. En dat is die persoon die, die jou de laatste strijker gaat geven. Het is geen geheime karakter als je hem verslaat, helaas. En nou ja, ondertussen weet iedereen alweer wie de laatste is. Ja, secret character is in de game, maar dat doet er niet toe. Om Mr. Chow en Mr. Chow te unlocken, moet je meerdere keren op een willekeurige map de exes verslaan. Nou, het maakt niet uit welke exes je verslaat. Zolang je dat een paar keer, 3 of 5 keer doet achter elkaar, dan verschijnt er een vreemd persoon op de map. En dat is Mr. Chow. Als je hem verslaat, met bijvoorbeeld de character die ik nu heb, zoals je kunt zien is dat Kim, dan unlock je Mr. Chow en Mr. Chow voor die character. Dus je unlockt het alleen maar voor de ene character met wie je speelt. Nou, genoeg gelul. Let's do this. Dat is het einde. Yeehaw. Nogmaals weer mijn mooie stem. Het beste wat je kan doen is op deze spot waar ik nu sta, gewoon dood gaan campen en hopen dat hij dan op een gegeven moment willekeurig op de map verschijnt. Het is heel random dus. Ja, de ene keer van de meeste mensen hoor ik dat hij bij de radio station staat. Of verschijnt hier al. En de andere keer zit hij weer aan de andere kant van de map. Hier zo. Maar ja, dat is totaal willekeurig dus. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Veel plezier en tot later maar, hè.